Jongen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van iMine. De nieuwe methode, zoals we het vorige keer hebben genoemd. We gaan in één keer alles opnemen. En ik was dit laatste stukje aan het hakken en opeens zag ik hem hierboven. Hallo schattige jongeman. Hoe vind je het daarboven? Hoe gaat dat nou? Hoe werkt dat? Hoe ben je daar gekomen, laat maar zeggen? Wat is je verhaal? Vertel. Ik hak ondertussen even de grond onder je weg, dat snap je. Ik ben een beetje bang voor hem, want hij kan alles opblazen. Stel je voor dat hij dit opblaast, dan hebben we een probleem. Vandaag, ik bedoel nu eigenlijk, dit is vlak na de vorige aflevering, zoals ik had verteld. Ik ga in de nieuwe methode één keer achter elkaar opnemen. De volgende twee afleveringen vullen, zodat jullie wat meer content hebben. Dit verspreid ik dan over 3 weken, gewoon elke week 1 aflevering. En dan zie ik wel wat jullie vinden. Maar eerst moeten we dit even oplossen, want dit is een serieus probleem. Wat we kunnen doen is... dit. Oh, wat de hel? No way! Boe! Lame! Super lame is dat. Voordat alles eruit spoelt. Wat is dat voor bullshit? Wat de hel? Omdat hij boven het water was voor een paar seconden. Ah, wat is dit vervelend. Ah, wat is dit vervelend. Dit vind ik zo vervelend. En was er nu niet iets? Zo, ja. Ik heb de chesten nodig. Zo. Waar zijn de chesten? Zijn die opgeblazen? Seriously? Laten we eerst mijn appels weer ophangen, want daar zit belang in natuurlijk. Hij heeft er 3 opgeblazen, gelukkig niet de titels, dus dit is makkelijk te restaureren. Maar goed begin van de eerste aflevering, not. Oeps. Zo. Ziet er nou uit dat ik even een nieuwe... Oké. Hoe gaan we dit oplossen? Wacht, hoe deden we dat? Ik heb het hout nodig, daar komt het op neer. En dit moet je ook continu refreshen. Zo, zo, zo. Crafting table, snel. Die stond waarschijnlijk hier ergens. Tuk, tuk. En chest. Dan snel dit zo. Oké, dat is 1 chest. Even dit nog doen. Maar dat is ook het verkeerde hout, zie ik nu. Wat ik gebruik. Dat is niet handig. Maar hey. Oké. Zo, die daar. Dan hier weer een heleboel crap kan hierin. Doen even zo, want ik moet even mijn spul redden. Oh. Daar ging ik bijna dood. Waar is mijn eten? Ik ga geen appel eten. Ik ga geen kip eten. Geen rauwe kip tenminste. Ik heb geen zin om dood te gaan. Nou ja, oké, bereid je maar voor. Ik ga waarschijnlijk dood. Zo, die wil ik hier, die wil ik hier, die wil ik hier. Oh, wacht. Ik heb een kool, yes! Nee, ga eruit. We willen dit koken. Snel wat eten, snel wat healen. Oftewel, voor deze aflevering, nadat dat chaotische gedoe gebeurde. Ik kon maker Tim niet te pakken krijgen. Hij is offline op het moment. Dus daar gaan we niks mee doen. Voor de komende 2 afleveringen. Maar misschien in later vervolg. Ik denk dat het een goed idee is om een soort van design te gaan maken voor de volgende verdieping. Daarnaast willen we hier het midden even van weten. Dus... dat doen we op een simpele manier. Ik heb als het goed is wat koppel. Hier is de deur, zo. Dus wat we doen is gewoon zo. Dus laat me zeggen, gewoon kijken of het überhaupt wel een midden heeft. Dus als dit daar precies uitkomt, heb ik het goed gedaan. En als het niet zo uitkomt, dan heb ik het niet goed gedaan. Dus ik heb nu een diagonale lijn van de deur naar die kant getrokken. En nu doen we hetzelfde hier. Kijken we
Even of het symmetrisch is. Waarschijnlijk wel. Zie je, we hebben een midden dus van 4, zo te zien. Dat is ons midden. En, och, gelukkig. Dus wat we gaan doen is hier een grote paal in het midden. Dus die kunnen we nu trouwens wel gaan bouwen. Heb ik het goede hout? Het moet met dit hout, spruce wood. Want dat is een beetje het thema. Zullen we die ook even... Dit maak ik later wel. Duwen dit. En dan doen we zo. Iron pickaxe. Dus we hebben een midden van 4. Niks mis mee. Dit gaat wel veel spruce kosten. En hier doen we dan zo'n draaitrap omheen, laat maar zeggen. Oh, die willen we niet zo. Ik heb mijn ex gelukkig. Ploep. Klik, klik. Dan de laatste. Yeah, that worked. Zo. Wat eten weer. Dus ik moet ook weer spruce gaan hakken een keer. Dan hebben we dus dit. Ik hak dit even allemaal mooi weg. Dan hier komt een mooie ladder omheen. Die gaat ons leiden naar de volgende verdieping. Ik weet niet of ik een hele verdieping dan wil die... Want wat ik eigenlijk wou was dat je... Laat maar zeggen, in het midden een groot gat had. En dat je alle verdiepingen kon bekijken. Maar als we het op deze manier doen, kan dat waarschijnlijk niet. Nee, misschien moet dit toch anders, bedenk ik me nu. En de kans dat we dit allemaal vol krijgen, by the way, is zo klein. En als we het vol krijgen, dan alles wat ik hoef te doen is gewoon een verdieping naar beneden hakken. En dan hebben we gewoon, laat maar zeggen... Dan zorgen we ervoor dat we hier, laat maar zeggen, een soort van trap naar beneden hebben. Het is gewoon dat we hier zo langzaam naar beneden gaan en dat je dan weer verder kan. Dus dat je, laat maar zeggen, een soort van hekjes hier hebt. En dat je helemaal langs moet lopen, langs alle afleveringen. En als je dat dan hebt gedaan, dan kun je naar de volgende verdieping. De verdieping eronder. Maar dat is nu niet het plan. Hé, die staat hier niet meer. Dus die kunnen we weghalen, gelukkig. Dat was trouwens een projectje, een oefeningetje. Kijken of dat er mooi uitzag. Ik dacht, ik maak een raam. Maar dat is helemaal niks geworden. Dus dat vullen we ook weer even op. Tok. Ik zal even hier staan. Zo. Tok, tok, tok. Dan doen we dit. Flop, flop. Flop. Hebben we die? Helemaal goed. We krijgen wat voor elkaar. En dit is zoveel chiller. Want normaal doe ik hier een hele aflevering over. Dan doe ik een leuke montage. Een muziekje. Nu heb ik tenminste wat om op te laden. Ik weet niet. Ik denk dat dit te veel het beeld... Laat maar zeggen... Bedekt. Ik denk wat we gaan doen is iets anders. Het is geen probleem. Ik wil het midden nog wel hier houden. Maar... dat is prima hoor. Dat hier een midden zit. Daar zullen we zeker rekening mee houden. En iets mee doen. Maar ik denk niet dat de trap in het midden moet. Doe even dit. Zodat we hem naar beneden kunnen halen natuurlijk. Onze trap. Dus we laten deze nog even staan hier zo. Want dan weten dat hier het midden is. Ik denk wat ik doe is gewoon. Zo. Dus een poging hè. Ik weet niet. Nou, dit ziet er heel onsymmetrisch uit. Maar ja, dat is gewoon hoe we het gedaan hebben. Hè. Nee, dit werkt ook niet natuurlijk. God damn it. Dit wordt best pittig om eerlijk te zijn. Hoe zat die? Zo. Dat was ook handig natuurlijk. Kan ik dit niet meer goed doen? Zo. Dus dat werkt niet. Dat ziet er niet mooi uit tenminste. Daar moeten we een beetje mee spelen. Zoals dat heet. Waar zouden we... Onze trap kunnen doen. We zouden hem in de hoek kunnen doen daar. Een soort van... laten we zeggen ladders omhoog. Ik probeer echt na te denken. Want het laatste wat ik wil is... Een lelijke trap maken. Wat we ook kunnen doen is... Hier een trap zo. Laten we zeggen hier omhoog. We kunnen dat even proberen als we willen. Even wat normaal hout. Even flink wat normaal hout. Hupsakee. Doen we zo. Maken we even wat slabs. Zo, zo.
En dan gaan we hier doen. Dus dit is hoe dat eruit zou zien. Nou, op die manier kan de trap dus niet. Dan weten we dat ook. Dus gewoon uitproberen. Zo heet dat. Een beetje oefenen. Kijken of iets werkt of niet. Zo iets te veel slaps gemaakt mogelijk. Kut. Doen we nog wat sters misschien zo. Kunnen we daar ook mee spelen natuurlijk. Zo. Zo. En dan. Even zo. Fuck. Goddammit. Zo. En dan. Dit kan dan weer wel, hè. Shit. Helemaal goed. Oké, ik dacht ik doe hardcore parkour, maar dat gaat hier niet. Zo. Want als het goed is, moet hier de volgende vloer al zitten. We zullen heel even kijken hoe dat eruit ziet. Dit is waarom ik iets te veel hout nu verspild heb. Het idee is, laat me zeggen, dat hier dan de volgende vloer zit zo. Dat, laat me zeggen, overal een beetje er overheen hangt zo. Misschien is dat te laag, ik weet niet. Dat is te laag, hè? Ik vind het te laag. Dus dat doen we even weg. Dus een en al spelen. Ook de kleur is niet al te mooi, denk ik. Dus we moeten even wat sproes gaan halen waarschijnlijk. Of een beetje gaan mengen. Mengelmoesen. Alles opgepakt. Zo. Die heb ik nodig. Doe de verdieping eentje hoger. De trap wordt, by the way, ook wat breder, denk ik. Niet genoeg hout. Wat vervelend is dit. Zo. We gaan toch. Het is toch bedoeld voor hout. Kijk hoe dit eruit ziet. Sowieso is het idee dat het best wel ver naar voren gaat. Dus hier echt flink wat loopruimte hebben, laat maar zeggen. Zo. Zo ziet dat eruit. Huh. Decent. Nou ja, dit wordt mooi natuurlijk, die trap. Mooier, tenminste. Meningen verschillen. Dit wordt ook gewoon 3. Het idee is dan inderdaad. Nou, misschien moet het 2 worden. Ik denk dat het 2 moet worden, inderdaad. Zo. Oké, ik maak wel. Fucking trap. Meer. Jeez. Calm down. Zo. Zo. Zo, en dan misschien kan ik nog bij elke. Dus gewoon pogingen tot iets moois maken. We hebben hier onze ladder. Oké, het is decent, maar nog niet geweldig. Dat wil ik nog zo doen. Hier moet er één. Die zo gaat. Oké. We zijn gewoon aan het experimenteren, mensen. Alles kan nog. Dit kan op zich, maar ik denk dat wat we moeten doen is deze eens opzij plaatsen. Want hij zit daarvoor. Dat is wel een serieus probleem natuurlijk. We willen wel onze appels kunnen bekijken. Is die weg? Dan moeten we de ladder denk ik ook nog eentje. De trap, geen ladder. Nog eentje verplaatsen. Laten we zeggen eentje naar voren. Oh shit. Mollig weer een sign. There he goes. Dit zoekt. Zo. Zo. Sign er weer op. 1, 2, 3. En dan nu.
God damn it. Oh, kom op. Doe niet zo flauw. Kijk of dit werkt. Nope, it doesn't. Het is even dirt. Die. Dirt. Die. Dirt. Die. Dirt. Die. En die. Dan dit even opruimen. Dus dan hebben we onze trap in al zijn glorie. Maar dan nog denk ik dat het niet symmetrisch is. Dus dan natuurlijk doe ik dit. Ik ben heel erg vervelend qua bouwen, mensen. Je zult mij iets 10 keer zien afbreken. En daarom is survival ook zo moeilijk voor mij. Want ik wil alles perfect gewoon. Ik wil dat het er goed uitziet. Trouwens, dit kunnen we natuurlijk... Goddammit. Zo gebruiken. Bedenk ik me nu ook. Zo. Nou, hebben we die. Helemaal goed. Doen we dit nog even zo. Is perfect. Doen we hier nog een paaltje. En hier. Onze ingang is nu wel wat kleiner. Maar dit gaat uiteindelijk weg. Dus laten we dat nu maar gewoon meteen weggaan. Oh wacht, gaat het weg? Ja, het gaat weg. Laten we zeggen, even om de ruimte te voelen die we horen te hebben. Ik heb zo even eten nodig, anders ga ik dood. We willen niet dood natuurlijk. Dus nu hebben we dit. Dit gaat ook weg natuurlijk. Dus hebben we hier een mooie trap. Misschien moeten we die helemaal zo doen, ja. En dit moet soort van symmetrisch weer zijn. Mij kennende. Dus we doen zo. Dit is gewoon voor mij. Ik moet eigenlijk even dirt gebruiken. Zeker te weten dat het symmetrisch is. Dus hier. Doen we zo. Ik moet zo even wat ook gaan hakken, denk ik. Dat doe ik wel offscreen. Kunnen we dit een beetje bouwen. Wat ik wel wil voorkomen in deze nieuwe methoden. Is dat, dat ik alleen maar resources aan het hakken ben. Laten we zeggen, ik wil niet dat jullie kijken naar een aflevering waarin ik alleen maar mine. Ik wil wel zorgen dat het interessant is om naar te kijken. En dit kan een challenge zijn, maar het is wel interessant. Dus wat we doen is, laten we zeggen, hier nog een klein stukje open houden misschien. Daarnaast moet ik even kijken hoe ik dit hier wil. Waarschijnlijk wil ik hier ook een leuk gat hebben. Dus ik denk dat we dit moeten doen. Dit. Wat ik nu doe is, laat me zeggen, kijken hoe groot het gat in het midden moet zijn. Dus dit is dan het hele gat. Als we naar boven kijken is het echt gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bij 8. Dat is een redelijk groot gat. Wel merk ik dat hier dan eigenlijk gewoon een paal komt. Zit net iets boven natuurlijk. Dus vervelend is dat we hier dan ook een gat hebben. Dus dat kunnen we dan niet doen. Laat me zeggen, wat ik wou doen is dat hier ook een gat was waar we in konden kijken. Dat kunnen we dan niet doen. Wat ik ook wil daarnaast is dat het geen vierkant gat is, maar dat het een leuk gat is, laat maar zeggen. Zo. Zo, zo. Ja, ik moet ze omhakken. Ze zitten echt in de weg nu. En die zo. Kijk hoe dat eruit ziet natuurlijk. Oeh. Zo. Gaan we even naar boven. Kunnen we het best zien. Ik heb nog wat kip nodig. Sowieso heb ik eten nodig. Ik moet echt even een food farm gaan maken. Dat is denk ik de volgende challenge. Dit zou het gat dan zijn. Ik vind het er mooi uitzien van boven.
Wat ik nu even ga doen is even wat hout hakken en wat eten fixen. En dan ben ik zo terug. En daar ben ik weer. En weet je waar tijd voor is? Een enchant. Ah, ik heb geen diamonds. Dat is waar ook. Wel wat ik vond was dit en dit. Dus blijkbaar had ik al wat gehakt. Dus beter gaan we dat gebruiken. En een beetje door met bouwen. Want om eerlijk te zijn. Ik had gewoon zin in bouwen. Dus ik ging door met bouwen. Zo werkt dat. Als jij mijn crops vernietigt. I will hit you. I will kill you. Wel moeten we iets enchanten vind ik. Dus misschien. Kunnen we. Wat kunnen we enchanten dat handig is. Hier is mijn fortune 2 by the way. Ik denk gewoon dat we nog eentje moeten enchanten. Gewoon, hupsakee. Zo. Gewoon zo. En dan zo. Zo. En dan hier. 3. Gaat de Minecraft muziek spelen? Oh. Wat zijn mooi die muziek. Ik hou daarvan. Waarschijnlijk staat dit te zacht voor jullie. Oké, okay, Tim. Sure. Doe maar. Oké. Okay. De muziek is voorbij. Helaas. I screwed up. Efficiency 4. Nou ja, sure. Fortune 3. Woo! Awesome. Dus die doen we hierin. Dan pakken we die erbij. Als reserve. Die kunnen we niet meer repareren soon. Dit pakken we er even allemaal bij. Kunnen we een beetje gaan bouwen. Ik was al lekker bezig boven. En voor eten. Oh, daar gaat de muziek weer. Dum, dum, dum. Nu ik deze allemaal in één stuk opneem, kan ik de muziek gewoon aanzetten natuurlijk. Het voordeel van is dat ik me er geen zorgen erover hoef te maken dat het random geknipt wordt. Oh. Eerst doen we dit. Zo. Dit gaan we even goed doen hoor. Klok. Heeft die nou serieus full iron armor? What's this BS? Het is nog goed protected ook. Holy crap. Wil je ook komen? Zo. Is niet dood. Ik heb weer wat potato's. Echt helemaal niks, maar het is wat. En weer wat eten. Dit had ik bijna gerepareerd. Ik had hier nog een leuk designtje voor de trap. Dus daar wil ik eigenlijk mee doorgaan nu. Ik heb hier ook mijn crafting table naartoe verplaatst. Het begint ergens op te lijken, laat maar zeggen, de basis nu. Dus wat we doen, wat mijn plan was, was dat we zo doen. Zo. We zeggen zoiets. Dat doen we dan ook wel hier nog even. Nee, dat slaat nergens op. Ik weet niet. Dit zag er zo lelijk uit anders. Misschien kan ik daar dan. Nee. Dit moet gewoon zo. Hupsakee. Daarnaast moet ik ook. Even kijken hoe dit eruit gaat zien hoor. Dat licht verplaatsen we wel een keer. Fuck. Dus hier. Moet een gat. Dit moet ik, laat maar zeggen, ook nog overal gaan doen zo. Zodat dat verbindt met elkaar. Niet mijn ho. Mijn ho. Zo. Dat overal van die gaatjes zien komen. Het is een beetje donker daar. Dat fix ik later wel. Door licht te plaatsen. Zo. Maar hier komt allemaal water doorheen stromen. Dat is het idee. Wordt wel leuk. Dus laten we hiermee verder gaan met dit. We hebben nu meer hiervan, dus wat we kunnen doen is hier even die palen omhoog. Is mijn eten al klaar? Yes it is. Zo. Nom nom nom. Nom nom nom. Heerlijk. Zo. Dus het idee is dat we... die kunnen we nu hier. Ik weet niet of ik trouwens het andere kleur hout ook ga pakken. Zo. Zo. 2. Oh, dat is verkeerd. Dat is niet goed. Oh, die pakken we later op. Dus dit wordt allemaal dan gevuld met hout.
Wat ik even wil doen is, laat maar zeggen, één hoek vullen. Om te kijken hoe dat eruit ziet. Dan kunnen we kijken of het werkt of niet. Zo. Waarschijnlijk heb ik niet genoeg hoor, maar... Ik weet niet, willen we het met de andere hout? Dat is dan ook weer de volgende vraag natuurlijk. Ziet dit er mooi genoeg uit? Is het eigenlijk voor mij, omdat ik geen zin heb om al dit hout weg te hakken. Zo, dit is goed genoeg, want ik moet nog flink wat weghakken. Maar dan moet ik nog deze omhoog doen natuurlijk. 1, 2, 3, 4. Oh, zo, zo, zo. Zo. Oké, dan hebben we dit. Helemaal goed. Dus hoe ziet dit eruit? Ik denk dat deze weg moeten. In deze hoeken. De hoeken zien er misschien een beetje raar uit, maar... Laten we zeggen dat we... Laten we zeggen... Die zo doen. Dan weer alleen deze doen, laat maar zeggen. En dan we door middel van de vorm van het hout daarboven. Die weg. Deze ook even weg. Die doen we even gewoon, hupsakee. Hakken we dit wel weg. Plaatsen we er deurt in. Weten we dat dit midden is, zo. Kunnen we dit even weghalen, een beetje ruimte creëren. Ik vind dat het anders te veel het zicht belemmert van de ruimte. Gewoon alleen deze. En dan laten we deze maar helemaal omhoog doen dan. Oh, flop, jij bent van mij. Jij bent van mij. Jij bent van mij. Ik heb meer eten nodig. Ik doe het wel met rotten fles, zo. Dus, nu kunnen we een beetje kijken. Hoe is deze look? Ik denk dat het best kan. Het wordt een beetje drukkig hier nu. Omdat al deze meloenen hier staan. Laten we deze ook maar even hakken. Laten we even dit goed doen. Want ze staan echt te veel in de weg. Crafting table staat daar goed. Hier wil ik toch wat voor doen. Om eerlijk te zijn. Laten we zeggen dat we... Een beetje zo'n open ruimte toch nog... hebben hier. Sorry. Ik veel. Heb ik nog hout? Nee, dat kan niet. Want hier moet je nog wel goed kunnen lopen. Dat is wel belangrijk. Dat je hier nog wel echt een hoek hebt. Nou oké, waarschijnlijk moeten we het gewoon helemaal vullen, helaas. Ja, het ziet er wel naar uit. Nee, is gewoon dat je dan zo vult, laat maar zeggen. Dat je hier nog kan kijken. Misschien wat ik nog doe is... hakken we dit even weg. We zijn gewoon lekker aan het spelen, jongens. Ik weet niet hoe lang de aflevering is, dus dat ga ik eerst even checken. Be right back. Ik hoop dat mijn koeien gegroeid zijn, want dit is tijd voor het einde van de aflevering. Ik heb hier nog 3, dus please, geef me ladder. Fuck. Fuck. Dus ik kan er nog 1 vermoorden. En dan heb ik geen ladder meer. God damn it. Hier was ik niet voor voorbereid. Hier zit waarschijnlijk ergens vlees in. Oh, there we go. Nice. Dus ik heb eten nu. Dat is fijn. Zo. Dan doen we nog even de zaadjes weer terugplanten. Zo. En dan gaan we naar mijn koetjes. Het wordt ook bijna nacht. Mooie tijd om af te sluiten. Hardcore parkour. Yeah. Koetje, 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 koetje. Kom op, jullie kunnen het. Heel goed. Wie van jullie gaat me geluk brengen? Fuck! Seriously? Geen ladder? Oké, ik ga even ladder fixen, want ik heb nu geen ladder voor mijn item frame. Be right back. En gelukkig heb ik nog wat. Yay! Dus ik had mijn koe helemaal niet hoeven te vermoorden. Laten we deze meteen maar gewoon maken.
Zo. Je hebt ook nog kleine rabbit hide. Dus we kunnen... Oh, wacht. Een appel. Mogelijk wel handig. Maar dit kon ik maar gewoon mee naar boven nemen. Sinds we het daar toch nodig gaan hebben. Laat me zeggen, onze kit... Hier komt uiteindelijk een goede manier voor, omdat daar niet meer mijn basis is. Uiteindelijk verplaatsen we dit allemaal naar hier binnen. Goedendag, meneer. Geen wapens getolereerd hier natuurlijk. Wat we ook kunnen doen is een soort halve maan look. Ik ben weer een beetje aan het fantaseren hier. Laat maar terugzetten. Dus, deze kunnen we hier nu plaatsen. Tok, tok. Aflevering 41 alweer. Klok. Aflevering 41. Oh. 41. Zo. Dit wordt zo cool als dit helemaal vol is. Dan hebben we een appel nodig hier ergens. Heb ik ergens een appel? Waar zijn mijn appels? Waar zijn mijn appels? What the fuck? Hoe is hier ergens neergelegd? Seriously? Seriously? Ja, kijk eens aan. Toch wel. Ik ben ook weer bijna out of apples, of course. Niks nieuws daar. Oké. Een portal kunnen we hier ergens heel cool gaan plaatsen natuurlijk. Hierin bijvoorbeeld. Of we kunnen zorgen dat die ergens boven erin komt. We kunnen zoveel doen. Oh, die moet wel eerst goud zijn natuurlijk. Wakker worden is ook een ding. Boom. Een paar gouden appels. Gewoon als voorraad. Hupskate, die erin. Het zandje eraf. En dan de titel voor deze aflevering. Hartstikke bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Met de nieuwe methode. Seizoen 3. Ik denk dat we deze gewoon vernoemen naar... Even kijken. Waar zullen we... Ik denk gewoon naar het huis, laat me zeggen. Dat we echt begonnen zijn met, niet meer met de appelgalerij, maar met de eerste floor. First floor. Gewoon laat me zeggen, op deze manier kunnen we zien in welke aflevering we wat hebben gedaan. En soms doe ik een random dingetje zoals, waar had ik hem? Mr. Party Weapon bijvoorbeeld, voor het nieuwe lid. Laat me zeggen, als ik met hem heb opgenomen iets, dan vernoem ik hem naar hem bijvoorbeeld. Maar gewoon een beetje om bij te houden, zodat we weten wat we gedaan hebben. Oké, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten. En dan zie ik jullie in de volgende I'm Mine. Adios.